Op 3 juni 2015 gaat Schiphol over op centrale security. Wat betekent dat? De lounges zijn verdeeld in een gebied voor niet-Schengen bestemmingen, lounge 3 en 2, en een gebied voor Schengen bestemmingen, lounge 1. In het niet-Schengen gebied krijgen passagiers hun security controle bij de gate. Passagiers die overstappen van een niet-Schengen naar een Schengenland krijgen security controle voor lounge 1. En aankomende passagiers, waar ook vandaan, gaan allemaal via de lounges naar de aankomsthal. Dit verandert. In de nieuwe situatie vinden alle security controles voor vertrekkende passagiers plaats direct na de vertrekhal. Deze passagier vliegt naar Colombo in Sri Lanka. In vertrekhal 3 geeft hij zijn bagage af en gaat direct door de security controle. Na de paspoortcontrole heeft de passagier alle checks achter de rug. Hij kan rustig genieten van zijn tijd in de lounge en ongestoord naar de gate voor vertrek. Voor passagiers die overstappen zijn er in een nieuwe situatie 2 centrale transferfilters. De security controle tussen lounge 2 en lounge 1 vervalt. Of passagiers gecontroleerd moeten worden hangt af van de herkomst van hun vlucht. Deze passagiers zijn aangekomen vanuit Atlanta, Amerika. Het screeningsniveau in Amerika is geaccepteerd door de EU. Daarom kunnen deze transferpassagiers zonder security controle door naar hun volgende vlucht. Via de eerste verdieping van het gatehuis en de pier lopen zij de lounge in. Passagiers die overstappen vanuit een land met een screeningsniveau dat niet door de EU wordt geaccepteerd, krijgen voor hun overstap nog wel een security controle. Deze passagier komt aan met een vlucht uit Istanbul. Zij gaat via de tweede verdieping van het gatehuis en de pier naar een van de 2 centrale transferfilters. Hier krijgt ze de security controle, waarna ze in de lounge rustig op haar volgende vlucht kan wachten. Zodra beide stromen van transferpassagiers een gelijk screeningsniveau hebben, komen zij in de lounge weer samen. Ook voor passagiers met bestemming Nederland geldt het onderscheid in screeningsniveau. Passagiers vanuit een land waar het screeningsniveau niet is geaccepteerd door de EU gaan buiten de lounge om naar de paspoortcontrole en bagagehal. De 3 lounges zijn 1 beschermd gebied geworden achter 5 centrale security filters. Als Europa in de toekomst nieuwe regelgeving invoert, hoeft Schiphol dus niet 70, maar slechts 5 security filters aan te passen. Ook wordt reizen via Schiphol voor passagiers comfortabeler. Voor een deel van de transferpassagiers vervalt de screening op Schiphol. De centrale security filters zijn prettig vormgegeven en gericht op servers. En zonder controle in het vooruitzicht is het verblijf in de lounge een stuk ontspannender.